ben totaal verkleumd. Hij doort toch al die tijd. Hij is zeker al 20 minuten weg. Nou, heb je er een? Nee. Oh. Nergens in te krijgen, mama. Ik hoef ook geen geld of goede woorden. Oh, maar we moeten er een hebben, Jos. Dan heb je zeker niet goed gekeken. Oh, je stond dat we zelf in gingen halen. Ik zeg je toch dat ze allemaal bezet zijn. Als het zo hard regent, dan wil iedereen een aanpak. Oh. Ik was zelfs helemaal naar het weefpapoortjes gegaan, mama. En heb je ook bij het paleis van Valksmeid gekeken? Nee, mama. Zo leuk, heus echt geen te krijgen. Ben je erheen geweest? Ik ben alleen een eindje de Amstelbrug overgelopen. Oh. Moeten we hier de hele nacht in onze dunne kleren buiten blijven staan? Oh. Jij denkt ook altijd alleen maar aan jezelf. Nou, Goed. Ik ga al. Ik ga al. Hey. Jos, kun je aantaken? Oh, nee, mevrouw, niet kwalijk. Wel, Jos. Fijne manieren. Zou het mijn bordje voor jou en naar de knoppen. Zeg eens, meisje. Hoe weet jij dat mijn zoon Jos heet? Au, hoort dat lekkere dier van u? Nou, dan kan ik wel eens betere manieren leren. De mensen te blommen uit zijn poten slaan en hem gauw wegwijzen zonder te betalen. Mooie stad. Kan ik met u misschien even afrekenen? Moeder, ik denk dat toch zeker niet aan stel je voor. Laat me mijn gang gaan, Clara. Heb je misschien wat klein geld? Nee, ik heb niet klein maar goed. Oh, ik heb wel wissel aan dame. Geef eens. Ja. Zo, dank je. Alsjeblieft, meisje. Dank u wel, dame. Laat u geld teruggeven. Die bosjes kosten maar een kwartje van stuk. Hou je er buiten, Clara. Laat maar zo, meisje. Dank u wel, dame. En vertel me nu eens. Hoe je die meneer zijn naam wist. Ik zei gewoon, hi Jos tegen hem, zoals u ook zou doen, als hij nog een vreemde kerel omver gelopen had. Oh. Een grote weggegooid. Nou, u had zich de moeite kunnen besparen. Ja, mijn kind. Wordt de regen al wat minder, meneer? Oh, nee, mevrouw, het begint juist te lauwe warm. Oh, verschrikkelijk. Ja, als je het overhoudt met zachtjes regen, is het juist een teken dat het bijna gebeurd is. Kom op, kapitein, koop eens een bloemetje van me. Oh, nee, kind, ik heb geen klein geld bij me. Oh, ik heb wel wissel, hè? Huh? Nee, ik heb niet kleiner dan een tientje. Een tientje? Wel ja, hou me vast. Kapitein, kijk eens eventjes wat mooi. Een kwartje, maar ik laat ze je voor 3 stappen. Nou? Nee, dat moet je hier lastig houden, kind. Ik heb heus geen klein geld. Ah. Oh, wacht, hier heb ik nog een dubbeltje. Als je daar een plezier mee kan doen. Oh, nou, graag. Dankjewel, kapitein. Als ik jou was, zou ik wel liever een beetje voorzichtiger zijn. En die vent er een bloemetje van geven. Want daarachter staat een kerel die elk woord dat je zegt in de boekje opschrijft. Nou, dat heb ik toch een verkeerde gedaan. Ik heb een vergunning ook om een blommen te venten. Ik mag een punt opdragen als ik er wat anders gepraat heb dan alleen nog maar door vier blommetjes van me vervangen. U weet niet wat dat allemaal voor gevolgen kan hebben. En ze kennen me wel in hun opvoedingsgezicht zitten. Ja, dat ik op straat ga neuren aangesproken. Nou, kalmantje, niemand doet je wat. Wat zie je mij in vredesnaam voor aan? Ah, zijn ze toch, meid. Het is een gewone man. Kijk maar naar zijn schoenen. Ze dacht dat u een dofgaaiers was. Wat is dat, een dofgaaiers? Dat is een... dat is zogezegd een dofgaaiers. Ja. Hoe zou je hem anders noemen? Een stille. Ik heb mijn handen voor in het vuur steken. Dat ik hem alleen nog gevraagd heb. Nou, houd toch op, kind. Zie ik er nou uit als iemand van de politie, hè? Oh, nee. Nou... Waarom sting je dan alles op te slaan wat ik zei? Vliegmiegel. Weet ik wel wat er in het boekje staat? Maar eens kijken dan. Oh nee, vader. Dat is geen schrijven. Dat binnen haaltjes. Dat kan ik niet lezen. Nou, ik wel, hè. Kop op, kapitein, en koop eens een bloemetje van me. Is het omdat de kapitein tegen hem zei? Oh, maar daar heb ik allemaal geen kwaad mee bedoeld. Al laat hij toch een aanklacht indienen voor zo'n enkel woordje. Aanklacht? Ik klaag niemand aan. Ja, maar het meegeld helemaal geen kwaad. Nee, mensen, het is helemaal geen stille. Het is alleen een vervelende kerel die zich overal mee bemoeit. Ja. Ja. En hoe maakt uw familie in de Haarlemmermeer? Hoe weet u dat mijn familie uit de Haarlemmermeer komt? Dat doet er niet toe, maar het is wel zo. Oh, en hoe kom je hier in de buurt van zijn mensen? Je hoort thuis op de hoogte Kadijk. Nou, wat heb ik daar dan weer voor kwaad gedaan? We wouden daar in die stinkende krot, vind je de pleuren schuiven, de dom? Jij mag wonen waar je wil, maar nou open het geblek. In de bocht van de Herengracht zou je bedoelen. Nou, kind, ze kan je toch niks maken. Kunt u ook horen waar ik vandaan kom? Groningen, noordoostelijk. Hoe bestaat het? Ja. Ja. Die man is zelf gezien. Neem je me niet kwalijk, maar hoe doet u dat? Oh ja, het is...
Gewoon een kwestie van klankleer en kennis van de spreektaal. Hè? Dat is een beetje mijn liefhebberij en tegelijkertijd ook weer een beetje mijn vak. Ja. Kijk, u kunt waarschijnlijk qua sprake Groningen van een Limburger onderscheiden, niet? Ja. Nou, zo kan ik dat dan op dezelfde manier binnen de 10 kilometer. Hier in Amsterdam zelfs binnen de 2 kilometer. Soms scheelt het toch nog in 2 straten. Nou, wel even schokken. Ik zelf het je kunt schamen. Zit er nou een bestaan in? Oh, ja, ja, heel behoorlijk. Kijk, menigeen die op Kattenburg of in de Jordaan is opgevoed, woont nu in een villa in Amsterdam-Zuid. Hè? Nou, zulke mensen willen hun afkomst van zich afschudden, maar als ze hun mond open doen, dan vallen ze meteen door de mand. Nou, dat zijn dan mijn klanten. Mijn eigenlijke vak is linguïstiek. Oh, wat hier mis met de slagen. Zes is lui, maar wat moet je zagen bij? Nou, eindelijk eens op met dat afgrijzelijke gedrein, hè? Of zoek een ander plaatsje op om die ellendige geluiden los te laten. Ik heb net zoveel recht om hier te zitten als jij, hoor. De openbare weg is dan zeker vrij. En wees dat zulke walgelijke, deprimerende klanken uitstoot, heeft geen recht om waar dan ook te zitten. Ben jij er eigenlijk van bewust dat jij een menselijk wezen bent, hè, met een ziel en de gave van een gearticuleerde spraak? Dat jouw moedertaal de taal van Vondel, van Multatuli en van Dijssel is? Hè? Zit er dan niet een balk aan te bouwen als een achterlijke hottentot? Hai, met de hottentot! Ah, wat een geluiden. Ai, wat een hottentot. Neem nou bijvoorbeeld het vreemde stofnest hier, hè, met haar achterbuurtaaltje dat er tot aan het eind van de dagen aan de goot zal laten vastkleven. Nou, binnen de 3 maanden zou ik haar kunnen afleveren als een keurige dame op het casinobal. Ja, ze zou zelfs een aanmerking komen als kamenier of als winkeldochter en daar moet je nog even wat beter voor kunnen spreken. Nou, zo stom ook dan zakenlui die hals over kop schatrijk zijn geworden, ook in een paar maanden klaar. En met wat ik daarvan overhoud, doe ik mijn eigenlijke wetenschappelijke werk. Hè? Ja, ik zelf bestudeerde dialecten in het Papiamento. Oh ja? Oh, kent u misschien toevallig kolonel Pickering, de schrijver van Sanskriet als spreektaal? Ik ben kolonel Pickering. Wie bent u? Ach, ik ben Higgins, schrijver van Higgins Wereldalfabet. Nee, ik ben speciaal uit de West hier naartoe gekomen met het doel u te ontmoeten. Ik wil juist daar naartoe gaan om daar u op te zoeken. Waar woont u? Hier in de PCO-stad. Komt u misschien morgen bij me? Graag, ja. Ja, ik woon op het ogenblik bij Schiele. Gaat u misschien mee een stukje eten? Dan kunnen we onderwijl wat praten. Oh, een uitstekend idee, ja. Liefje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Lotje wilde niet meer lopen. Toen liet Liesje Lotje staan. Ja. Zo, kijk, en dit is hier stil dan de curve, zie? Ik zal hem even wegzetten. Het is curieus, zeg. Ik wil me eerlijk de waarheid te zeggen, het duizelt mij een beetje, hoor. Al die curves en palatogrammen. Ik voelde me al geweldig, omdat ik 24 verschillende klinkers kon uitspreken. Maar dan kom jij met een lief staan met 130. En het ergste is dat ik tussen de meesten nauwelijks verschil hoor. Nee, maar dat is een kwestie van oefening, hè? In het begin hoor je geen onderscheid, maar als je nou maar stug deur blijft luisteren, dan merk je op den duur dat ze net zoveel verschillen als een A van een O. Oh. Ja, binnen. Wat is er? Er is een meisje om u te spreken, meneer. Een meisje? Wat wil ze? Ze zegt dat u wel heel erg blij zult zijn als u hoort waarvoor ze komt. Maar het is een gewoon meisje, meneer. Heel erg gewoon. Ik had haar eigenlijk eerst weg willen sturen. Maar toen bedacht ik opeens dat u haar misschien wel in die toestellen wou laten spreken. Ik hoop dat ik er niet verkeerd aan heb gedaan, meneer, maar ja. U ontvangt wel meer van die eigenaardige type. Ja. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik er binnen heb gelaten. Nee, helemaal niet. Heeft ze een interessant accent? Oh, meneer, iets verschrikkelijks. Ik begrijp niet hoe iemand dat interessant kan vinden. Laat hem maar binnen, juffrouw Bier, laat hem maar binnen. Best, meneer, u moet het zelf maar weten. Zeg, dat komt prachtig uit, hè? Dat treft uitstekend. Dan kan ik hem meteen even laten zien hoe ik nou mijn klankbeeld van mijn proefpersonen vastleg. Hè? Kijk, we laten er praten. Dan teken ik het eerst op in internationaal fonetisch alfabet, dan in mijn eigen klanksteno en daarna maak ik dan een opname. Waardoor je het zo vaak als je wilt kunt afdraaien dan met de opgetekende tekst voor je. Begrijp je? Hier is het meisje, meneer. Ah, nee, dat is dat kind waar ik gisteravond al aantekeningen van gemaakt heb. Nee, wat moet ik daar nou mee? Nee, ik zit al stikvol opnames Jordanees en Kattenburgs. Nee, hoepel jij me weer op? Ja, heb ik niet nodig. Hè? Moet je me daarom zo'n behouden te woord staan? Je weet niet eens waar ik voor gekomen ben. Heb je hem verteld dat hij met de taxi wil komen voorrijden? Nou, ik denk niet dat het meneer Higgins veel kan schelen. Oh, wow, wat zijn hem in een ene hoog. Maar voor lesgeven is hij anders niet te ver gebouwd. Dat heb ik gisteravond uit zijn eigen mond vernomen. Ik ben in huis niet gekomen om jullie kapsonenspraakjes aan te horen, hoor. En als mijn centen niet goed genoeg binnen ga ik ergens anders heen. Goed genoeg waarvoor?
Voor jou. Ik kom hier voor lessen. Wat had jij gedacht dat ik daarop zou antwoorden? Nou, als je opvoeding had genoten, dan zou je me nou eens toe presenteren. Ik bezorg je om als klandizie. Ja, Pickering. Zullen we deze brutale tote wel een stoel aanbieden of gooien we maar meteen het raam uit? Hey! Wat nou? Ik laat me nagen niet uitmaken voor totebel. Als ik aanbied om op te dokken, net als je andere rijke klanten. Wat wil je nou eigenlijk, meisje? Ik wil je vrouw in de bloemenwinkel worden. In plaats van met mijn mand langs de straat te stiefelen. Maar geen mens wil me hebben omdat ik geen deftige spraak heb. Nou, zei hij dat hij het iedereen kan aanleren. Nou, daar kom ik voor. En ik kan er voorop dook ook, hoor. Vraag huis niet of hij het voor niets wil doen. Behandelt hij als een stuk van de rappers. Nou, hoe kom je er in vredesnaam bij dat je genoeg geld zou hebben om die lessen te betalen? Oh, nou, ik heb wel zo'n beetje nagaan wat het kosten moet, hoor. Waarom niet? Geen geld bij, hè? Ik heb money in de pocket, reken maar. Zo, hoeveel dan? Ah, nou verstaan we elkaar. Ik wist wel dat jij over de brug zou komen als ik je de kans had om wat terug te verdienen. Hè, naar wat je gisteravond met je dronken hasjes hebt afgeschoven. Je was een zet is een loot ervan. Ga zitten. Oh, nou, je hoeft je tegenover mij niet te generen. Ga zitten! Zeg! Wilt u niet gaan zitten? Als ik u niet ontrief. Hoe heet je? Elisa Doolittle. Maar ze noemen me Lizzie. Als ik besluit om jouw les te nemen, krijg je het erger te verduren dan bij 10 hardvochtige vaders tegelijk. Hier. Wat is dat? Wat wordt dit aan mij? Je neus snuiten en je gezicht afdrogen. Alles wat nat aanvoelt. En denk er nog goed om, hè? Dit is een zakdoek, hè? En dat is je mouw. Hè? Houd die twee nog niet door elkaar, anders word je nooit een goede winkeljuffrouw. Het helpt niet of u zo tegen haar praat, meneer. Dat begrijpt ze toch niet. Het is trouwens helemaal de verkeerde manier. Zo krijgt u helemaal niets van haar gedaan. Zeg, blijf je weg met je vurige tengels. Geef terug, heb het aan mij gegeven, niet aan jou. Ja, ze heeft gelijk, juffrouw Piers, dus dan moeten we het ook als haar eigendom beschouwen. Oh, ik moet het zelf maar weten, meneer. Zeg, Higgins, dit geval interesseert me. Je had het gisteren over dat casinobal. Nou, als jij het klaarspeelt om haar daarvoor klaar te stomen, dan neem ik mijn petje voor je af. Ik wed met je. Nou, om alles wat het experiment zal kosten, dat het je niet lukt. En ik betaal de les op de koop toe. Oh, dat is immers. Dank je wel, kapitein. Dat is een heel verleidelijk aanbod, Pickering. Mm. Ze is zo ongelooflijk vuil, hè? Zo heerlijk plat en ongewassen. Oh, nee. Ik ben niet ongewassen. Nee, ik heb mijn gezicht en mijn handen gewassen toen ik erheen ging. Ze waren ze niet sta. Je maakt in ieder geval niet de indruk dat je het met vleierij denkt te bereiken. Laat het toch niet zo'n onzin, meneer, tegen dat kind. Want onzin? Wat is het leven nou anders dan een serie malle onzinnige praat? Je moet alleen de goede gedeelte maar weten uit te kiezen. Ik maak een lady van deze morsige totebel. Hoi. In een half jaar, binnen 3 maanden, als ze een paar goede oren aan haar hoofd heeft en een beetje talent voor articulatie. We beginnen vandaag nog, nu meteen. Die papiers, neem er mee en maak dat ze schoon komt, hè? Harde borstels en puimsteen als het vuil er niet af wil. Heb je voldoende warm water? Ja, maar... U trekt er al de kleren uit en verbrandt ze en bel een dameszak op voor nieuwe. Hè? Neem er mee, juffrouw Piers, neem er mee. Ja, maar geen heer, als jou over zulke dingen durft te praten. Ik heb gozers als jou zwaar in de gaten. Ik ken jou en je soort. Neem er mee, juffrouw Piers, en als ze lastig wordt, geeft u mij een flink pak slagen, hoor. Ja, laat me berust, hoor je dat? Ik waarschuw de politie. Maar waar moet ik er laten, meneer? Wat nou, laten? Ja. Wat u laten moet, weet ik. U stopt er maar gewoon in de vuilnisbak. Oh! Kom, Higgins, gebruik nou even je verstand. Ja, meneer, je kunt zo'n meisje niet zo als een gevonden stuiver van de straat opraken. Maar waarom niet? Nou, meneer, maar u weet niets van haar af. Wie zijn haar ouders? Misschien is ze wel getrouwd. U mond zal koekjes eten. Wie zijn er met mij willen trouwen? Geloof me, kind. Over een paar maanden zullen de mannen vliegen om je heen zwermen. Nee, meneer, praat u nou niet zo'n onzin tegen dat kind. Ik ga niet weg. Ik ga een list nemen van een halve gade. Ik een beetje gek ben. Oh ja? Ben ik gek? Goed, joh, Piers. Goed. Bestelt u de nieuwe kleren dan maar niet voor de... Gooi er maar meteen de deur uit. Ik kom in huis niet voor kleren. Ik had ze nog een eind aangepakt. Ik heb mijn eigen kleren wat kopen. Ondankbaar schepsel dat jij bent. Is dat nou je dank voor mijn aanbod om jou uit de goot op te rapen, hè? Nieuwe kleren te geven en een mooie, fijne dame van je te maken, hè? Neem me niet kwalijk, meneer Higgins, maar dat klinkt verdacht. Ga terug naar je ouders, kind. En zorg dat ze in het vervolg beter op je pas. Ik heb geen ouders. Mijn vader zei dat ik oud genoeg was voor mijn eigen te zorgen. Die hebben ze me de deur uitgeschopt. En je moeder? Ik heb geen moeder. Ik ben eruit geschopt door mijn stiefmoeder, mijn zesde. Nou, maar zonder haar ben ik er ook gekomen, hoor. Ik ben er nog fatsoenlijk bij gebleven, nou. Nou, maar maak ons er druk over. Ze is van niemand en ik ben de enige die er wat in ziet. Neem er mee, juffrouw Piers. Ja, maar hoe moet het dan met haar, meneer? Moet ze hier dan wat verdienen?
Nou, u betaalt er maar wat u vindt dat ze hebben moet schrijven erop in het huishoudboekje. Kom er maar, kind. Kom nou, het is toch zeker zo? Moet ik op een feest? Dan moet ik met de aangaande kop. Dan neem ik niet kwalijk, Hikkers, dat ik je zo op de man afvaart. Maar ben jij op het punt van vrouwen betrouwbaar? Heb je ooit een man ontmoet die op dat punt betrouwbaar was? Oh, ja, zeker. Vaak nou, genoeg. Ik niet, hoor. Zodra ik een vrouw in mijn leven toelaat, wordt ze op slag jaloers, veeleisend en wantrouwig. Kortom, een lastig blok aan mijn been. Zodra ik in het leven van een vrouw binnentreed, betrap ik mezelf op heerszuchtigheid en egoïsme. Nee, vrouwen maken overal meteen een jamboel van. Zodra je aan ze begint, merk je dat zij met alle geld de ene kant uit willen en jij precies de andere. Nee. Meneer Doolittle, meneer. Professor Higgins? Dat ben ik. Morgen, meester. Ik kom eens met u praten over een ernstige kwestie. Grootgebracht op de eilanden. Moeder waarschijnlijk omgeving Oldenzaal. Zo, Doolittle, en wat voert jou hier naartoe? Ik kom vanwege mijn dochter. Dat voert me hier naartoe, begrijpt u? Je zult er hebben. Het doet me plezier dat de stem van het bloed nog bij jou spreekt. Ze is boven, neem haar meteen maar mee. Wat krijgen we nou? Neem haar mee. Dacht je soms dat ik er zo opgesteld was om door hier te houden? Kom nou, meester. Laten wij nou voor alles even redelijk blijven, hè? Dat meisje is mijn dochter en dat vertoeft op het ogenblik in jouw huis. Dan valt er voor een vader toch zeker wel het een en ander te regelen, of niet soms? Jouw dochter had de brutaliteit hier bij mij aan huis te komen met het verzoek om spraakles te krijgen, zodat ze een betrekking kon krijgen in een bloemenwinkel. Deze meneer hier en mijn huishoudster kunnen dat getuigen. Waar haal jij dan de treurige moed vandaan om mee hier te komen chanteren? Jij hebt haar hier met opzet naartoe gestuurd. Nee, meester, nee. Dat moet. Hoe kon je anders weten dat ze hier was? Meester, loop nou niet zo hard voor staan. Nee, dat zal de politie straks met jou wel doen. Dit lijkt verdacht veel op een geanceneerde poging tot afpersing. Ik zal meteen even gaan bellen. Maar, heb ik dan over geld gesproken? Hier, ik kan meneer getuigen. Hebt u mij over geld gehoord? Waar ben je anders voor gekomen? Ik zal je leren je dochter op iemands dak te sturen. Oh nee, meester, meester, dat heb ik niet gedaan. Meester, eerlijk niet, maar kop traf als ik de laatste 2 maanden dat kind ook maar gezien heb. Meester, doe nou, meester. Hoe kun je dan weten dat ze hier was? Dat zal ik je vertellen, meester. Dat zal ik je, als je me nou even aan het woord wil laten komen. Ik ben bereid, hoor. Ik ben bereid om het je te vertellen. Ik heb een behoefte om het je te vertellen. Het is het brandt van verlangen om het je te vertellen. Nou, hoor je dat, Pickering? Die kerel heeft een aangeboren retorisch talent. Hoor je dat ritme wel, hè? Die overigens afgrijzelijke klanken. Ik ben bereid, het is mijn behoefte. Ik brand van verlangen om je te vertellen. Prachtig. Nou, goed. Nou, vertel op dan. Ja, kijk, meester, dit zit dan zo. Toen mijn dochter hier naartoe ging, hè, toen heb ze het zoontje van de kostjevrouw meegenomen, de taxi, om de jongen ook eens een ritje te gunnen. En die jongen die is hier voor de deur blijven rondhangen in de hoop of hij niet te mee met haar weer om kon rijden. Nou, komt zij op een gegeven moment naar buiten met de boodschap, als dat hij zijn boeltje maar bij zijn moeder moet, haar boeltje bij zijn moeder moest gaan halen, om redens dat ze hier bleef wonen. Nou kom ik die snater toevallig tegen op de hoek van de Lauriersgracht in de Elandstraat. Ja, dan kwam je net de kroeg uit natuurlijk, hè? Nou, om je de waarheid te zeggen, meester, was ik er even binnen gewipt omdat ik een kennis van me zocht. Ja, dat is zogezegd het sociale trefpunt van de mindere man, die waar. Laat hem nou deur vertellen, ik. Nou, de jongen die vertelt mij dus wat er gaande is. Nou, stel je nou in mijn plaats, meester, hè? Wat is dan je plicht als vader zijnde, hè? Noem ik zeg tegen de jongen, jongen, breng jij dat boeltje maar bij mij, zeg ik. Heb je dat boeltje zelf niet gehaald? Nou, de kostjevrouw had mij nooit vertrouwd om het mee te geven, meneer. Wel nee, het heeft me nog een kwartje gekost om het uit de poten van dat kleine kring los te krijgen, ja. Nou, en zodoende ben ik dan even hier gekomen om het zelf aan te reiken, om u van dienst te zijn en om die kleine meid van me eens wat aardigs aan te doen. Wat is dat voor bagage? Nou, een oud mondorgeltje, een paar schilderijtjes, een kralenkettinkie, vogelkootje. Kleren had ze niet nodig, zei ze. En zeg nou zelf, meester, wat moet ik daar nou van denken? Ik vraag het u categorisch, wat moet ik als vader zijnde daarvan denken? Dus je bent komen toesnellen om je dochter van de ondergang te redden, hè? Precies, meester, precies, net zo, net zo. U kunt zo lang in de keuken wachten, deze kant uit. Nee, luister nou, meester. Meester, uiteindelijk binnen wij toch alle 2 jongens van de gestampte put, of niet? Ah, juist, ja, jongens van de gestampte pot. Juffrouw Piers, u kunt beter weggaan, geloof ik, hè? Het lijkt mij op, ja. Yeah. Ga zitten, Doolittle. Nou... En steek maar van wal, hè? Kijk, heren. De zaak is eigenlijk deze. Ik
Het klinkt misschien een beetje raar als ik dat zo zeg, maar ik begin aardigheid in je te krijgen. Ja. En als jij nu met alle geweld mijn dochter in je huis wil hebben, dan zal ik me daar niet tegen verzetten. Integendeel, dan sta ik open voor elke redelijke schikking onderzand. Kijk, vanuit het standpunt van de uitwendige fysiologie beschouwd, is het een knappe meid. Als dochter is ze me de kost niet waard, daar kom ik rond vooruit. Het enige waar ik dan ook voor opkom, dat binnen mijn rechten als vader zijnde. En u lijkt me de man er niet naar om van mij te verwachten dat ik dat zomaar zonder enige financiële regeling zal doen. U bent de man van de wereld, dat had ik al lang geschoten. Zeg nou zelf, meester. Wat hebben nou toch een paar geeltjes voor u te betekenen? En wat heb ik nou van mijn kant aan haar? Zeg, mag ik uw aandacht erop vestigen dat de bedoelingen van professor Higgins volkomen eerlijk en eerbaar zijn? Oh, maar geen haar op mijn hoofd dat daar aan twijfelt, meester. Anders had ik echt wel het dubbele gevraagd. Je wou toch niet beweren dat jij bereid zou zijn je dochter voor 50 gulden te verkopen, machteloze schurk? In het algemeen gesproken ben ik daartoe niet bereid. Nee, maar in dit speciale geval ben ik wel bereid mijn hand over mijn hart te strijken. Maar heb je dan helemaal geen besef van eer en fatsoen, man? Kan ik me niet permitteren, meester? Zou jij ook niet kennen als je net zo arm was als ik? Kijk, als mijn dochter aan deze zaak nou een klein eentje wijzer wordt, hè? Nou, waarom ik dan niet? Ja, Pickering. Ik weet nou echt niet wat ik ermee aan moet, hè? Van moreel standpunt bezien zou het natuurlijk misdadig zijn om die man ook maar een cent te geven. Maar toch schuilt er een soort rudimentaire rechtvaardigheid in wat hij van me vraagt. Precies, meester. En dat is nou net waar ik op neer wil komen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, Higgins, maar toch lijkt het me onjuist. Zeg dat niet, meester. Zeg dat niet. Zo moet je de zaak niet beschouwen. Kijk nou eens. Wat ben ik? Hé, laten de heren het zelf zeggen. Welke klasse in de maatschappij vertegenwoordig ik? De onfatsoenlijke armoede. En wat betekent dat, heren? Dat betekent dat een mens voortdurend zijn kop stoot tegen de burgermoraal. Als er ergens wat te halen valt, en ik probeer ook mijn vorkje mee te pikken, dan krijg ik stevast te horen, nee, jij krijgt niks, jij bent onfatsoenlijk. Terwijl ik het toch niet zo hard nodig heb als de eerste, de beste fatsoenlijke weduwvrouw, die meestal van zes kanten tegelijk liefdadige steun ondervindt, terwille van, let wel, één en dezelfde overleden echtgenoot. Ik heb toch precies dezelfde behoefte als andere mensen. Mijn behoefte is binnen zelfs nog groter. Ik heb niks minder trek dan anderen. Ik eet met evenveel smaak en ik drink toch wel eens een slokje meer ook. En daarbij heb ik nog de behoefte om af en toe mijn zinnen eens te verzetten. Want ik ben een denkend mens. Ja. En als ik me daar belabberd van voel, hè, dan heb ik afleiding nodig. Een beetje vrolijkheid, moppie muziek, een liedje hier of daar. Maar daar rekenen ze mij precies evenveel voor als aan een fatsoenlijk mens. Wat is nou de burgermoraal? Alleen maar een mooie smoes om mij nooit wat te hoeven geven. Komt u mij dus nooit aan met praatjes over moraal en over zedelijkheid. Nee, ik speel open kaart met u. Ik doe me niet fatsoenlijker voor dan ik ben. Ik ben onfatsoenlijk en ik hoop het te blijven. Ik heb er vrede mee. Maar ja, dan moet u geen misbruik gaan maken van een man zijn maatschappelijke positie door te gaan afpingelen op de prijs van zijn bloedeigen dochter, die hij met moeite en zorg heeft grootgebracht tot ze oud genoeg was om voor de heren hier van belang te wezen, hè? Is 50 gulden onredelijk als schadeloosstelling? Dit is de vraag en ik laat het antwoord gaarne aan de heren over. Pickering, als ik deze man 3 maanden opleid, is hij klaar voor Kamerlid of populair partijleider? Dank je beleefd, meester. Nee. Ik heb ze allemaal wel eens gehoord, want ik ben een denkend mens. En ik ben net zo goed in voor sociale en politieke hervorming als voor andere publieke vermakelijkheden, maar mij niet gezien hoor. Dan hou ik het maar liever op de onfatsoenlijke armoede. Nou, we moesten hem zijn 50 gulden maar geven. Ik ben bang dat hij er een slecht gebruik van zal maken. Nee, meester, dat nooit. Je hoeft bij mij nooit bang te wezen dat ik het op een spaarbankboekje ga brengen. Daar kun je vergif op nemen. Nee. Ik ga er eens lekker van de zwier, samen met mijn aanstaande. Dat was een keertje fijn lol. Jij hebt de plezierige wetenschap dat het geen weggegooid geld is geweest, man. Je had het niet beter kunnen besteden. En dan kan ik niet tegenop. Laat hem 100 pop geven. Nee, nee. 100 pop is een smakgeld. Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om dat stuk te slaan. Dat zou alleen maar moeilijkheden geven met verstandelijke overwegingen en zo. Nee, meester, geef mij nou precies wat ik om vraag. Geen cent meer en geen cent minder. Waarom trouw je niet met die aanstaande van je? Och, meester.
vraag u dit nou eens. Ik wil huis wel. Ik leid er gewoon onder. Maar ja, ik denk dat ze mij liever aan het lijntje houden vanwege het feit dat ik dan meer afschuif van cadeautjes en kleren voor te kopen en zo. Daarom, als ik je nou een goede raad mag geven, hè. Trouw met mijn dochter zolang ze nog jong is en niet beter weet. Doe je het niet, dan heb je er later spijt van. Doe je het wel, dan heb zij er later spijt van. Maar beter zij dan jij, want vrouwen weten toch niet waar het geluk ligt. Pukking, als we nog een halve minuut langer naar deze man luisteren, liggen al onze morele principes door elkaar geschopt. 50 gulden zeg? Graag, meester, dank je wel even. Weet je zeker dat je geen 100 wil hebben? Op het ogenblik niet, meester. Andere keer graag misschien. Alsjeblieft. Hey, dank je wel even, meester. En dan ben ik maar zo vrij om de heren te groeten, hè. Zuid. Open door. Die herk in zijn eigen dochter niet eens. Als je me nou het is, Liesje. Zie ik er nu raar uit? Raar? Jij ziet eruit als... Maakt u nou geen complimentjes en wordt ze maar ijdel. Ja, natuurlijk. Verdraaid raar zie je eruit, hè? Met mijn doopje die bij opstaat, het vast immers. Kijk eens even. Ze creëert gewoon een nieuwe motor. Dat zij door een goede poetsbeurt zo ze opknappen, hè? Ik leg nog eer in met mijn dochter. Het warme water komt zomaar uit de kraag lopen. Zo vuil als je wilt. Nee. En er zijn een hoop zachte handdoeken en borstels. En zijp die naar viooltjes raakt. Nou, knaas ik, waarom deftige dames gaan, dat ze schoongewassen uitzien. Ha, het is gewoon lekker om je te wassen. Houder! Holly, wat doe jij hier? Je weet toch dat ik mijn ontvangdag heb? Je had me zo beloofd dat je niet zou komen. Ga dadelijk naar huis. Ik ben juist met opzet gekomen. Jongen, ik meen het in ernst. Je bent de schrik van al mijn vriendinnen. Die komen niet meer terug als ze jou gezien hebben. Je beledigt ze voortdurend. Ach, ik heb nog helemaal geen talent voor visiteconversatie. U moet mij ergens mee helpen, moeder. Iets dat met klankleer te maken heeft. Oh nee, jongen, dat heeft helemaal geen zin. Ik heb van al die benedenklinkers en die bovendingen helemaal geen verstand. Ja, maar dit is ook geen klankleer. Hier zijn van wel. Ja, nee, niet wat uw aandeel erin betreft. Kijk, ik heb een meisje opgedrokken. Betekent dat er een meisje dat jou opgedoken heeft? Ach, het heeft niks met liefde te maken, hoor. Spijt me. Wat, waarom? Nou ja, je bent al nooit verliefd geweest op een vrouw van onder de 45. Wanneer zul je toch eens merken dat er hele aardige jonge meisjes zijn? Daar heb ik echt geen tijd voor, moeder. Trouwens, mijn ideaal van de volmaakte vrouw lijkt me eenmaal precies op u. De rest zijn allemaal maloten. Zeg, jongen, weet je wat je doen moest als je echt van me hield? Nou, niet? Oh, trouwens zeker, hè? Nee, niet zo ijsberen je handen uit je zakken doen. Oh, ja. Zo. En vertel me nu maar eens wat van dat meisje. Nou, ze komt hier straks op bezoek. Oh ja? Ik herinner me niet dat ik haar uitgenodigd heb. Nee, u niet, maar ik wel. Trouwens, als u haar kende, had u haar vast niet gevraagd. Waarom niet? Nou, kijk, het is zo. Het is nogal een, weet je, gewoon meisje. Ik heb er zo van de straat op geraakt. En die nodig je hier op bezoek? Oh, maar er kan niks gebeuren, moeder. Wel, nee. Ik heb haar volkomen zuiver leren spreken. En ze heeft strikte orders hoe ze zich moet gedragen. Ze mag het maar over twee onderwerpen hebben. Het weer en iedereen's gezondheid. Dus dat is volkomen veilig. He? Ze moet het toch ergens over hebben? Ja. Kijk, moeder, Pikkelijk en ik hebben een weddenschap lopen dat ik haar binnen 6 maanden als een volleerde dame aflever. We zijn een paar maanden geleden begonnen. En we maken werkelijk enorme vorderingen. Het kind heeft uitstekend gehoor. Werkelijk fenomenaal, zoals het kind alles goed hoort. En ze schiet ook veel vlugger op dan leerlingen uit burgermilieus, omdat ze een volkomen nieuwe taal moet aanleren, begrijp je? Ze spreekt het zoals een ander Engels of Frans. Nee, die uitspraak die zit wel goed. Maar, ja kijk, het gaat erom niet alleen om hoe ze iets uitspreekt, maar vooral ook wat ze uitspreekt. En dat is nou juist... Mevrouw en mejuffrouw van Eindsveld-Hillering. Dag, lieve. Hoe maak je het? Mijn zoon Hans. Ah, je beroemde zoon. Ach, ik heb al zo lang gehoopt om eens kennis met u te maken, professor. Professor Higgins. U heb ik meer gezien. Maar waar? Ja, heb ik geen idee van. Maar die stem die ken ik, hoor. Nou ja, goed, het kan niet schelen ook, hoor. Ga maar zitten. Ah, koekjes. Meneer van Eindsveld-Hillering. Oh, zo, dat is een prettige hoe maakt u het? Hoe maakt u het? Gewoon naar Pickering. Hoe maakt u het? Maakt u? Mijn zoon, professor Higgins, ken je meen ik ook nog niet. Maakt u het? Lekker. Dat is heel grappig, dat is heel grappig, heel grappig. Ik zou er vergif op durven innemen als ik u al niet eerder ontmoette. Maar waar kan dat nou geweest zijn? Ik zou het niet weten, ik zou het niet weten. Nou, jij doet er ook niet toe, ga zitten. Zo,
Nou, daar zitten we dan. Waar zullen we het nou eens over hebben? Hoor eens, jongen, jij mag dan op studentenfeesten nog altijd de ziel van de avond zijn. Maar bij minder schilderachtige bijeenkomsten als deze ben je een beetje vreemd, hè? Oh, spijt me, moeder. Nou, maar ik ben het helemaal met u eens, hoor. Ik hou ook niet van die onbeduidende gesprekjes. Het zou veel beter zijn als iedereen maar eens wat openhartiger was, hè? En zei wat hij werkelijk dacht. Oh, nee, alsjeblieft niet. Hoe bedoelt u? Nou, zo, dacht u dat u het leuk zou vinden als ik bijvoorbeeld zou zeggen wat ik werkelijk dacht? Is dat zo cynisch? Cynisch? Wie heeft het over cynisch? Eerder onfatsoenlijk. Nou, ik weet zeker, professor, dat u dat niet ernstig meent. Oh, weet je maar. Kijk, we zijn eigenlijk allemaal min of meer wilden, nee? Ja, we worden wel verondersteld om beschaving en cultuur te hebben en zo. En over allerlei onderwerpen als poëzie en filosofie en kunst en wetenschap te kunnen meepraten. Maar hoeveel zijn er nou eigenlijk die zelfs maar weten wat die woorden betekenen? Huh? Wat weet u nou van poëzie? Huh? En wat weet u nog van wetenschap? En wat weet hij nog van kunst? En wat weet ik van filosofie? Op een goede manier, nietwaar, Hanni? Juffrouw Doolittle. Dat is de moeder. Dag, mevrouw. Erg prettig kennis met u te maken. Uw zoon zei dat ik toch vooral eens langs moet komen. We vinden het heel prettig u hier te zien, juffrouw Doolittle. Mag ik u voorstellen? Voor Eensveld-Hillering, juffrouw Eensveld-Hillering. Oh, ik geloof dat ik u wel eens eerder heb ontmoet. U komt mij zo bekend ja. voor. Hoe maakt u het? Maakt u het? Dag, juffrouw Doolittle. Kolonel Pickering, als ik mij niet vergis. Mijn zoon, George. Ik geloof dat ik ook al eens eerder het genoegen gehad heb. Hoe ja? maakt u het? U zit er. Verdraaid, nou herinner ik dat opeens. Carré. Carré. Dat draagt bijzonder belabberd. Oh, van spijt, hoor. Wat denkt u, juffrouw Doolittle? Zou het gaan regenen? De lichte depressie uit het oosten zal zich waarschijnlijk langzaam in westelijke richting bewegen. Er is echter geen allerlei aanwijzing omtrent grote verandering in de barometerstand. Dat is heel grappig, dat is heel grappig. Wat is daar voor grappigs aan, jong mens? Is het soms niet juist? Nee. Dit is kostelijk. Dit is kostelijk. Het is werkelijk kostelijk. Hoor. Ik hoop dat de kou nog maar wat wegblijft. Er heerst zoveel griep en influenza. En wij in onze familie zijn daar zo gevoelig voor. Een tante van mij is aan influenza gestorven. Oh. Dat zeiden ze tenminste. Oh. Maar ik geloof nog steeds dat ze het oude mens gemold hebben. Gemold? Jazeker. Waarom had die nu dood moeten gaan aan influenza? Een jaar tevoren had ze difterie gehad en dan was ze weer mooi van bovenop gekrabbeld. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ze was er belabberd aan toe. Wij dachten allemaal dat ze dood was, maar mijn vader hield niet op kleine scheukjes oude klaren in haar mond te gieten. En daar kwam zij toen zo schielijk van bij dat ze bijna de lepel van de steel beet. Als een vrouw nog zoveel fut in haar lijf heeft, denkt zij er toch niet over de pijp uit te gaan in een doodgewone influenza. Ik vraag alleen maar, waar is haar nieuwe strooie hoed gebleven die ze mij beloofd had? Reken maar gerust dat die gejat is. Ik zeg maar zo, die hem gejat hebben, zullen haar wel gemold hebben ook. Wat betekent dat? Iemand mollen? Oh, dat is een nieuwe uitdrukking, mevrouw. Dat betekent iemand vermoorden. Oh, maar u wilt toch niet zeggen dat ze uw tante vermoord hebben? Nee, moet u zeggen. De lui waarbij ze inwoonde hadden haar vermoord voor een hoedenspeld. Laat staan voor een hoed. Oh, maar dat was dan toch heel gevaarlijk, dat uw vader haar zoveel sterke drank liet innemen. Ze had wel kunnen stikken. Lauw kans. Zij dronk je never als moedermelk. Trouwens, mijn vader had al zoveel door zijn eigen keel gegoten dat hij wist wat het lijden kon. U wilt toch niet zeggen dat uw vader dronk? Drinken? Zegt u maar gerust zuipen. Nee, maar wat verschrikkelijk. Ik zeg altijd maar. Kom, ik moet eens opstappen. Mevrouw, het was mij zeer aangenaam. Was het genoegen was geheel aan mij, juffrouw Doolittle. Dames? Juffrouw Doolittle. Dag, juffrouw Doolittle. Dag, kolonel Pickering.
u straks misschien terugloopt over de grachten, zou ik dan misschien... Lopen? Ben je belazerd? Ik neem een taxi. Ik geloof niet dat ik aan die nieuwe conversatiemode zal kunnen wennen. Doet u toch niet zo ouderwets, mama? Nou, ik hoop in ieder geval dat jij er niet aan mee zult doen, Clara. Speciaal dat ene woord vond ik verschrikkelijk. Wat vindt u ervan, kolonel Pickering? Och, ik heb jaren in de West gewoond en in die tijd zijn de omgangsvormen zo veranderd dat ik er werkelijk af en toe geen touw meer aan vast kan Het is alleen maar een kwestie van wennen, het steekt helemaal geen kwaad. Ik vind die nieuwe manier van converseren juist heel grappig en beeldend. Nou, als dat zo is, is het geloof ik maar tijd dat wij opstappen. Ja, dat is waar. Wij moeten nog 3 bezoeken afleggen. Mevrouw Hill. Ja, kolonel Pickering. Lieve. Professor. U kunt misschien deze nieuwe conversatiestijl straks op de visite eens gaan oefenen. Huh? Niet bang zijn, hoor. En maar meteen fix van alstik. Ik beloof het u. We zijn gewoon jaren achter met al die preutse nonsens. Bezopen nonsens. Belazerde nonsens. Clara! Lieve, tot ziens. Tot ziens. Professor? Dag, mevrouw. Zou jij juffrouw Doelen toch nog eens graag willen ontmoeten? Oh ja, mevrouw. Ja, ontzettend graag. Ontzettend je weet wanneer ik mijn aanstaande ontvangdag heb. Ik weet het, mevrouw. Ik weet het. Dank u zeer. Dank u zeer. Dag, mevrouw. Pardon. Professor, tot ziens. En moeder, wat vindt u ervan? Kunnen we met haar voor de dag komen? Kijk, jongen die je bent, natuurlijk kun je niet met haar voor de dag komen. Ze is een levensgrote reclame voor jouw methode en voor de zaak waar ze er jurken vandaan heeft. Maar je merkt toch wel dat ze zich blootgeeft bij elk woord dat ze te berde brengt. Dat krijgen we er op de duur toch wel nee, af. Nee, nee, is een conversatie voor een milieu van havenarbeiders, maar niet voor alles, Marie. Vertel eens, kolonel Pickering, hoe de stand van zaken is daar op de PC Hoofdstraat? Nou, ik wil een paar maanden bij Henry Inkomen wonen. We studeren allebei Indische dialecten. Ja, ja, dat is een hele goede regeling. Maar waar woont dat meisje? Oh, bij ons natuurlijk. We zouden anders wonen, meneer. Ja, maar in wat voor positie? Is ze een dienstbode? En als ze dat niet is, wat is ze dan wel? Oh, ja, ik geloof dat ik begrijp wat nee, je bedoelt. Ik niet. Ik heb een paar maanden lang lens gewerkt met dat kind. En voor de rest is ze vrij nuttig. Ze ruimt de rommel op en zo en houdt mijn afspraken bij. En, kan je huishoofder nogal met haar opschieten? Maar ja, Piers. Oh. Niet zo lang blijft er zoveel werk uit handen wordt genomen. Ja, alleen, ze heeft één vreemde kronkel in de hersens als het Liesje betreft. Ze houdt stevast vol dat ik mijn verstand niet goed genoeg gebruik. Alsof ik de hele dag iets anders doe, krijgt er gewoon grijze haren van. Alleen al van het over haar nadenken. En naar de lippen turen, naar de tangen, naar de tanden, naar de tong. Om van de ziel nog maar te zwijgen, want die zit nogal ingewikkeld van ja, in elkaar. Ja, ja, aardig spelletje. Spelletje? U weet niet hoe inspannend het is om een menselijk wezen totaal om te vormen door er een nieuwe spraak voor te creëren. Dat overbrugt de diepste kloof die mensen en klassen van elkaar scheidt, moeder. Wekelijks, hè? Nou, je kunt wel zeggen dagelijks zie je veranderingen, een vooruitgang. Mm-hmm. En iedere fase wordt vastgelegd op de wasrol en op foto's. Ja, het is het boeiendste experiment waar ik nog ooit aan gewerkt heb, moeder. Het neemt ons hele leven in beslag. Ja, we praten de hele dag over niets anders. We geven er les. We kleden eraan. Wat zegt u? We ontdekken voortdurend nieuwe aspecten, moeder. Ja, en het is zo merkbaar, er zijn bepaalde Afrikaanse dialecten waar ik jaren over gewerkt heb. Ja, meteen, zeg, wordt alles zo ongelooflijk. Pardon, neemt u niet kwaad. Ja, moeder, als Pickering zo begint te schreeuwen, kan ik ook geen woord tussen krijgen. Stil nou eens even, Henry. Maar beseffen jullie nou niet dat toen dat meisje bij jullie binnenkwam, dat er iets met haar kwam? Ja, de vader, ja. Die hebben meteen de deur uitgewerkt, hoor. Het zou natuurlijk veel beter geweest zijn als haar moeder dat al veel eerder gedaan had. Maar afgezien van die vader, kwam er iets anders met haar mee. Wat dan, moeder? Een probleem. Oh, u bedoelt... Hoe een dame van haar te maken? Dat los ik op, moeder. Ik ben al halverwege. Nee, jullie ontzettend domme mannelijke wezens. Het probleem wat er naderhand met dat meisje moet gebeuren. Oh, dat komt wel in orde, moeder. We zagen wel een baantje. Nee, trouwens heeft het bij ons heel goed naar de zin, hoor. Nee, daar hoeft hij zich nou echt nog geen zorgen over te maken, hoor. Nee, dat is heel veel te voorbij. Dag, moeder. Nee, dag, jongen. Dag, jongen. Er zijn allerlei mogelijkheden. We vinden wel iets. Dag. Tot ziens. Zeg, Pickering, we konden er eigenlijk vanavond wel meenemen naar de schouwburg. Dat is een goed idee, zeg. Ik kan me nu al verheugen. Nou, dat het na afloopt, dat ze iedereen nadoen. Die mannen, die mannen, die mannen. Oh, oh. Wat een avond. Wat een mensen. Oh.
Wat een doffe ellende. Ah. Nou, kijk nou, daar staan ze vlak voor mijn neus. Ja. Ik ben dood op ze. De hele avond al dat gedans voor je ogen. Hè? En al die mensen waar je mee praten moet. Enfin, je hebt in ieder geval je weddenschap glansrijk gewonnen. Hè? Het heeft het er prachtig afgebracht. Ik ben blij dat alles achter de rug is. Hè? Maar ik ben werkelijk totaal uitgeput van de spanning van de laatste maanden. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. In het begin vond ik het wel interessant, maar... Ach ja, op den duur begonnen het toch allemaal verschrikkelijk de keel uit te hangen. Als ik maar niet voortdurend schrap had gezet, dan had ik het na een paar maanden al bij neergegooid. Ja, toch... ik vond het al met al toch eigenlijk een stom vervelende aangelegenheid. Vanavond was het toch wel weer even spannend. Nog, de eerste paar minuten, ja. Maar toen ik zag dat we zonder slag of stoot gingen winnen, toen begon ik me toch al gauw als een aap in een kooi te voelen. Maar ja, het is nou allemaal achter de rug, hè? En we kunnen nou weer eens rustig gaan slapen. Hè? Zonder angst voor de dag van morgen. Ja. Hè? Kom. Ik ga ook maar eens. Nou, het is in ieder geval een grote dag voor je geweest, hè? Victorie op alle fronten. Ja, laat het rusten. Laat het rusten, hoor. Liesje, zeg tegen juffrouw Piers dat ze morgen geen thee, maar koffie wordt ontbijt maakt, hè? En, Doe het een licht uit, hè, als je naar bed gaat. En we hebben een pantoffels nog. Wat bekeert jou? Mij bekeert niets, maar jou. Ik heb je weddenschap voor je gewonnen, hè? Nou, wees er gelukkig mee. Jij hebt mijn weddenschap gewonnen, voor een waardnest dat je bent. Ik heb die weddenschap gewonnen, waarom gooi je mij die pantoffels naar mijn hoofd? Omdat ik je in je gezicht wilde raken. Ik had je het liefst vermoord. Gemeen egoïst. Jij bent alleen maar blij dat het achter de rug is, hè? En dat je me nou weer op de keien kunt gooien. Jij bent geloof ik een beetje over je toeren van de spanning. Ah! Kijk, koude nagels thuis, precies. Oh. Beheers je vooruit, kom. Oh, wat moet ik nou? Hoe kan ik dat nou toch weten, kind? Nee, dat kan jou niet schelen, al ging ik dood. Ik betekent net zo voor je als die pantoffels. Als die pantoffels. Als die pantoffels. Mijn moeder, daar ook een mooie geschiedenis aan de hand. Goedemorgen, jongen. Liesje is er vandoor. We hebben er gisteravond in de kamer achtergelaten, om het licht uit te doen en zo. En in plaats van naar bed te gaan, heeft ze zich verkleed en ze hem gewoon gesmeerd. Wat moet ik aan doen, moeder? Het zonder haar stellen, jongen. Dat meisje heeft het volste recht om te gaan waar ze verkiest. Ja, maar dat kan niet, moeder. Dan kan ik nooit meer iets vinden. Ze houdt al mijn afspraken bij en zo. Ik ben totaal onthand. Dan wat? Hola, Pickering. Heeft Harry het u verteld? Ja, en wat zegt die kaffer van een inspecteur daarvan? Heb je een beloning uitgeloofd? Heb ik de politie erin gehaald? Ja, natuurlijk. Waar zijn die mensen anders voor? De inspecteur had allerhande bezwaren. Het leek wel alsof hij ons van minder eerzame bedoelingen verdacht. Ja, allicht. Ja, maar je kunt er de politie toch niet inhalen? Het lijkt wel of ze een dief is of een verloren geraakte paraplu of zoiets. Meneer Harry, huh? Er is een meneer die u dringend moet spreken. Hij is er bij u thuis geweest, maar juffrouw Piers heeft hem gezegd dat u hier was en hem het adres gegeven. Ja, ik kan op toonlijk niemand ontvangen. Wie is het? Een zekere meneer Doolittle, meneer. Doolittle? Toch niet die vuilnisman? Oh nee, meneer, het is een heer. Ach, misschien iemand van de familie bij wie ze de onderdak heeft gezocht. Ja, goed, laat maar binnenkomen. Ja, meneer. Hoezo? Ja, misschien iemand van de deftige taxi. Ik ben benieuwd. Ken je dan iemand van die familie verder? Nee, alleen de vader. Dat hebben we u al eens verteld. Ja? Meneer Doolittle. Nou, kijk mij nou eens. Zie je dit? Zie je dit? Dat heb jij hem aangedaan.
Wat aangedaan, man? Dit zeg ik je, maar hier, kijk eens naar die das, kijk eens naar die hoed, kijk eens naar die jas. Meneer Doelutte, goedemorgen. Mevrouw, neemt u me niet kwalijk. Gaat u zitten, meneer Doelutte. Graag, mevrouw, mevrouw, ik ben ook zo van de kaart door alles wat mij is overkomen. Dus ik kan er niks anders meer denken. Wat is je dan toch overkomen, man? Was het me nog maar overkomen? Dat kan ieder mens gebeuren, maar dat is iets wat jij me hebt geleverd. Het is je gevonden. Ben jullie die kwijt? Ja. Oh, gefeliciteerd. Nee, die heb ik niet gevonden, maar ze zal mij gauw genoeg weten te vinden alles wat jij me hebt aangedaan. Maar wat heeft mijn zoon u dan aangedaan, meneer Doelutte? Geruineerd hebt hij me, mevrouw. Mijn hele geluk verwoest. Mijn handen en voeten gebonden, overgeleverd aan de burgermoraal. Oh, je bent dronken, je praat wartaal. Ik heb jou in dat tijd 50 gulden gegeven en daarna heb ik je nooit meer gezien. Oh ja, oh. Ben ik dronken? Praat ik wartaal? Mooi is dat. Heb jij dan soms nooit een brief geschreven aan die oude zeisenslijmer in Amerika, die er zo nodig $5 miljoen tegenaan heb gegooid om een wereldbond voor de zedelijke verbetering te stichten? En die jou nodig had om een wereldtaal voor hem te verzinnen? Oh, Ezra die Vonnevelle, ja. Die is dood, die man. Hè? Precies, ja. En daarmee ben ik de klos. Of heb jij hem soms niet geschreven dat volgens jou de meest oorspronkelijke moralist van heel Europa op het ogenblik een zekere Alfred Doelutte is? Vullersman bij de gemeente? Oh, daar red ik me vaak iets van, ja. Een beetje flauw grapje was. Flauw grapje, ja, net wat je zegt. Net wat je zegt, maar dat flauwe grapje heeft mij een zwaar de das omgedaan. Want toen moest die vent weer zo nodig gaan bewijzen dat de Amerikanen niet zo binnen als wij. Dat zij verdiensten weten te erkennen en te respecteren in iedere stand en iedere klas van de maatschappij, ja. Die binnen de eigenste woorden in dat malle testament van hem. Waarin die dankzij jouw lollige grapje een jaargeld van $3000 aan mij nalaat. Op voorwaarde dat ik lezingen voor die mishokken wereldbond voor hem ga houden. Net zo vaak is dat van mijn verlangen tot 6 keer per jaar en toe. dat kun je rustig aannemen, Doelutte. Ze vragen je beslist niet voor een tweede keer. Maar in ieder geval is het vraagstuk van Liesjes toekomst opgelost. U kunt nu voor haar zorgen. Ja, mevrouw, ja, ik word gerekend voor half de stad te zorgen, hoor, met mijn $3000. Nou, hoeft helemaal niet voor haar te zorgen, hoor. Dat is helemaal niet meer van hem. Ik heb 50 gulden voor haar betaald, Doelutte. Of je bent een eerlijk man, hè, of je bent een schoft. Nou, van allebei een pietsie, meester, net als iedereen. Oh. Bij allebei een pietsie. Draag nou niet zo door, Henry. Rustig nu. Als je weet wat Liesje is, ze is boven. Boven? Ga ik er meteen in. Nee, helemaal niet. Ga zitten en luister naar me. Goed, moeder. Uitstekend. U had het anders wel een beetje eerder kunnen zeggen, hè? Liesje is vanmorgen naar me toegekomen. Ze heeft me verteld op wat voor onhebbelijke manier jullie haar behandeld hebben. Wat? Oh, maar dan heeft ze u toch echt maar wat wijs gemaakt, moeder. Het is precies omgekeerd. Ze heeft mij mijn pantoffels aan mijn hoofd gesmeten. Ze stelde zich aan als een wildeman. Ze zei maar gooi daar alles naar mijn hoofd wat lelijk was. Ik kan me wel eens wat voorstellen wat er gebeurd is. Het lijkt me een heel fijngevoelig meisje. Heb ik dat goed, meneer Doelutte? Overgevoelig, mevrouw. Heb ze van mij. Ja, juist. Ze is erg aan jullie gehecht geraakt. Ze heeft hard voor je gewerkt, Henry. Ik geloof dat jij niet goed beseft hoeveel moeite haar dat gekost heeft. En toen de vuurproef achter de rug was en ze dat allemaal zonder één fout te maken gedaan had, hebben jullie niets tegen haar gezegd. Maar tegen elkaar hebben jullie gezegd dat je erg blij was dat het achter de rug was en dat ik je eigenlijk al de keel begon uit te hangen. En dan verbaas je dat ze je pantoffels in je gezicht smeet. Als het mij gebeurt, was de gloeiende pook naar je hoofd gegooid. Moeder, we hebben alleen maar gezegd dat we slaap hadden, dat we graag naar bed wilden gaan. Waarom niet, Pickering? Ja, zeker. In ieder geval geloof ik niet dat ze me naar de PC Hoofdstad terug zou willen. Vooral nu meneer Doelutte in staat is haar in de stand op te voeden die ze gewend is, maar ze heeft gezegd dat ze jullie nog wel een keer als vrienden wil ontmoeten en verder de zaak maar blauw zal laten. Ach, wil ze dat heus? Ja. Dat is heel edelmoedig, hè? Henry, als je me belooft dat je je behoorlijk zult gedragen, zal ik vragen of ze beneden wil komen. Goed. Goed, moeder. Meneer Doelutte, zou u zo vriendelijk willen zijn zo lang in de tuin te gaan om een luchtje te scheppen? Liesje weet nog niets van uw veranderde omstandigheden, nietwaar? En voordat ze dat te horen krijgt, moet eerst de kwestie met deze beide heren opgelost zijn. Mevrouw, ik ben bereid aan alles mee te werken als ik haar maar niet voor op mijn dak terug krijg. Kijk eens, dit doen we misschien. Oh, ja. Oh, ja. Nou, waar blijft die snotaap nog? Moeten we ons op de hele dag op te blijven wachten? Goedemorgen, professor Higgins. Maakt u het goed? Of ik het goed maak. Ach, natuurlijk maakt u het goed. U bent nooit ziek. Dag, kolonel Pickering. Dat is erg prettig om u hier eens te zien. Ah, het is een beetje fris vanmorgen, vindt u niet? Ja, kom nou, hè, probeer dat spelletje niet met mij. Ik heb het jezelf geleerd. Ik trap er helemaal niet in. Nou, kom, vooruit. Sta op en ga mee en sta je neer. Kom. Charmant
heel charmant, Henri. Geen vrouw zou een dergelijk aanbod kunnen afsluiten. Moeder, bemoeit u zich er nou alsjeblieft niet mee, hè? Ze kan heus zelf wel een woordje doen. Al komt er geen syllabe uit dat ik er niet met zweet en tranen heb ingeprent. Goed, jongen, waar wil je dan wel gaan zitten? Goedemorgen. Ik hoop dat ik u niet helemaal uit het oog zal verliezen nu het experiment is afgelopen, kolonel Pickering. Oh, we moeten het niet alleen als een experiment beschouwen. Oh, jawel. Ik ben maar een snotaap. Maar ik heb veel aan u te danken. Niet alleen omdat u mijn kleren betaald hebt, maar vooral omdat ik van u goede manieren heb geleerd. En dat is tenslotte pas de ware beschaving. Met het voorbeeld van professor Higgins voor ogen was het nogal moeilijk. Want in het begin was ik net als hem. Als hij? Als hij, zonder enige zelfbeheersing en direct met ruwe taal bij de hand, zodra maar iets niet naar mijn zin ging. Nou, het is nou een keer zijn manier van doen. Hij meent het niet zo. Oh ja, ik weet heel goed dat het alleen maar een lieve gewoonte van hem is. En tenslotte heeft hij u spreken geleerd. Dat zou ik nooit gekund hebben. Natuurlijk, dat is een vak, zoals je van een ander dansen leert. Maar weet u waarmee mijn werkelijke opvoeding begonnen is? Nee. Toen u mij juffrouw Doelet noemde. Dat was voor mij het eerste begin van waardigheid en zelfrespect. En daarna met allerlei kleinigheden die u zelf niet eens wist. Zoals opstaan, je hoed afnemen, een deur open doen. Dat gaf me het gevoel dat ik iets meer was dan alleen maar een ding waarmee geëxperimenteerd wordt. Knaas niet zo met je tanden, jongen. Heel vriendelijk van u om dat te zeggen, juffrouw Doelet. Ik zou graag willen dat u mij voortaan bij mijn voornaam noemde. Natuurlijk, Liesje. Graag zelfs. En dan had ik graag dat professor Higgins in het vervolg juffrouw tegen me zei. Jazeker. Ik heb je mooi nodig opgeblazen, krielkip. Waarom schat je niet terug? Huh? Je moet het gewoon niet nemen. Het zou heel gezond voor hem zijn. Dat zou ik vroeger gekund hebben, ja. Maar dat lukt me niet meer. Ik ben mijn eigen taal verleerd. Ik zou die afschuwelijke klanken niet meer voort kunnen brengen, al deed ik nog zo mijn best. Alsjeblieft, de klap op de vuurpijlen. Alsjeblieft. Hey, wat, hè? Horen jullie mijn haan Victorie kraaien? Dat mag je er nou niet kwalijk nemen, meester. Ja, Matt, kijk maar niet zo naar mij. Ik kan er ook niks aan doen. Je vader is wat ruimer in zijn. Is er nu net als genomen, hè, pa? Nee, niet mijn. Ja, maar vandaag ben ik wat extra opgedoord, want ik ben, om zo te zeggen, op weg naar het huis. Wat? Jouw moeder en ik, stiefmoeder bedoel ik, gaan samen trouwen. Is er daarvan opinie veranderd? Geblufft, meester. Totaal geblufft. Gevallen voor de bijl van de burgermoraal. Hier. Nou, kind, als jij nou je hoedje opzet, dan kan je mee naar het huis om te kijken hoe je vader zijn kop in de strop steekt. Nee, je hoeft niet bang te zijn. Ze gaat geen je leilen meer met je maken, nee. Alle levendigheid is eruit. Doe het, mijn liefje. Je doet er beslist een goed werk mee. Goed dan. Ik ben zo terug. Nou, het wordt tijd. Gaat u mee naar het huis? De groeten, meester. Ja, meid. Dan zie ik jou op het huis, hè. Ja. Tot straks. Ziezo, je hebt al eens grondige stoom afgeblazen. Iedereen is flink de waarheid gezegd. En nou wordt het wel tijd dat je je verstand weer eens gaat gebruiken, hè? Of had je nog meer op je hart? Je wilt alleen maar dat ik terugkom om je pantoffels op te rapen en je kwaaie humeuren te verdragen. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik je terug wil hebben. Oh nee, waar praten we dan over? Over jou, niet over mij. Als je bij me terugkomt, dan zal ik je net zo behandelen als ik altijd heb gedaan. Ik ben niet van plan om mijn natuur geweld aan te doen. En mijn manieren zijn net als die van Pickering. Dat is niet waar. Hij behandelt een bloemenmeisje als een dame. Ja, en ik behandel een dame als een bloemenmeisje. De grote kunst in dit leven is niet om goede of slechte of wat dan ook voor manieren te hebben, want tegenover iedereen dezelfde. Het kan me niet schelen hoe je me behandelt. Ik geef er niet om of je me uitscheldt. Van mij sta je in mijn blauwe oog, dat heb ik wel eens vaker gehad. Ik wil niet dat er over me gelopen wordt. Nou, dan moet je maar uit mijn buurt blijven, want ik hou daar geen rekening mee. Waarom zou ik? Ik kan best zonder je. Oh ja, maar heb je ooit wel eens afgevraagd dat ik wel zonder jou kan dan, hè? Jij zult wel zonder mijn moeder. Oh. Ik kan best alleen redden, hoor. Oh ja. Ik heb mijn eigen leven. Ja, mijn eigen gedachten. Alleen zal ik je wel een beetje missen. Ja, dat wel, ja. Ik ben een beetje aan je gewend geraakt. Hè. Aan je gezicht en aan je stem.
Ja, op een bepaalde manier ben ik me een beetje aan je gaan hechten. Ja. Mijn stem heb je op je wasrolletjes. En mijn gezicht in je fotoalbum. Als je je eenzaam voelt, kun je daarbij terecht. Ik wil niet om iemand geven die dat ook niet om mij doet. Dat is een koopmansstandpunt. Geef mij een kwartje en dan krijgen wij een bosje viooltjes. Genegenheid is geen koopwaar. Jij vindt mij een ongevoelige bruut, omdat jij geen vat op me kunt krijgen door mijn pantoffels voor me aan te dragen en mijn bril voor me op te zoeken. Heb ik dat soms ooit voor jou gedaan? Het heeft geen zin om je eerst slaafs tegenover iemand te gedragen en dan te verwachten dat hij wat om je geeft. Wie geeft nou wat om een slaaf? Als jij dus terugkomt, dan kom je terug als een goede kameraad en meer valt er niet te verwachten. Waar moet ik dan van leven? Hè? En dan kun jij me zo voor de deur uitgooien, hè, als ik je niet beval. Ja, ja, ja. Net als jij op staande voet kunt vertrekken als ik jou niet beval. En waar moet ik dan van leven? Wat nou? Wat doet dat er nou toe, kind? Dat doet er niets. Goed. Dan zal ik wel iets op je vastzetten of zo. En dan zal ik je wel adopteren. Of trouw je liever met Pickering? Ik zou nog niet eens met jou trouwen als je me dat vroeg. En jij bent meer van mijn leeftijd als hem. Dan hij. Dan hij. Ik zal praten zoals ik verkies. Ik heb jongens genoeg achter me aangehad. George Hillering schrijft mij 3 brieven per dag. Waar had die aap de moed vandaan? Als hij dat wil, heeft hij daar het volste recht toe. Hij houdt van me. Oh ja, het komt er dus op neer dat ik net zo dol op je moet worden als George, hè? Nee, helemaal niet. Zulke gevoelens verwacht ik helemaal niet van je. Het enige wat ik wil is een beetje warmte en vriendelijkheid. Dat ik zo mijn best gedaan heb, dat was niet om die kleren of om die taxis. Maar omdat we zo goed met elkaar konden opschieten. En omdat ik dacht... Dacht dat we goede vrienden geworden waren. Nou, zo denken wij er ook over. Wat zie je dan? Je bent een groot idioot. Dat is geen behoorlijk antwoord. Dat is een behoorlijk antwoord als je als een idioot aanstelt. Als jij een dame wil worden, dan zul je moeten afleren je verwaarloosd te voelen als de mannen uit jouw omgeving zich niet voortdurend in alle staten van opwinding gooien over jou. Dat valt met jou niet te praten. Jij weet het altijd weer zo te draaien dat ik ongelijk heb. Goed, als er dan geen gevoel op me overschiet, dan wil ik tenminste mijn onafhankelijkheid. Ah, onafhankelijkheid, weer zo'n holle klank. Ah, iedereen is zo van iedereen afhankelijk, iedere levende ziel op aarde. Oh ja, dat zullen wij dan eens zien. Ik vestig me als lerares. Lerares? In wat dan wel? In jouw methode. Met advertenties in de krant, dame of heer, binnen 3 maanden. Je hebt zelf gezegd dat ik een beter gehoor heb als jij. En ik kan met mensen omgaan. Dat heb ik ook op je voor. Mijn methode? Mijn ontdekkingen? Als je daar het hart toe hebt, dan draai ik je eigen handeltje. Ja, doe maar. Schelden of slaan, wat kan het je schelen? Daar heb ik je. Wat stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Wat jij me geleerd hebt, dat kun jij me niet meer afnemen. Ja, waar blijf je nou met je grote mond, je handige praatjes? Je ligt onder, vriendje. Gemeen loeder dat je bent. En toch zie ik je zo liever dan onderdanig pantoffels aandragend. Nou haal je bakzeil, hè? Nou ik het zonder je af kan. Natuurlijk. Een paar minuten geleden hing je er als een molenzin om mijn nek. Nou ben je een toren van kracht. Wij gaan ons leven veranderen, hè? Wij worden compagnons en collega's. Pickering, jij en ik. 3 onafscheidelijke vrijgezellen. Hoe doet dat voor? Ga je mee, Liesje? Gaat uw zoon ook mee? Volstrekt niet. Hij kan zich niet behoorlijk gedragen. Hij zou voortdurend aanmerkingen maken op de uitspraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dan zal ik u wel niet meer ontmoeten. Ik wens u het beste, professor. Dag, moeder. Dag, kind. Liesje. Bestel een flesje never en een pot Duitse kaas, wil je? En wacht eens even. En koop een paar van die varkensleren handschoenen voor me. En een das bij mijn nieuwe pak. De kleur mag je zelf uitzoeken. Koop jij je rommel zelf maar. Ik geloof dat jij dat meisje te veel verwend hebt, jongen. Nou ja, maar het hindert niet. Maak je geen zorgen. Ik zal al die dingen wat voor je kopen. Nee, doe geen moeite, moeder. Ze koopt je huis wel. Dag, moeder. Veel plezier, hè? Dank je, tot jongen. Tot ziens. Veel plezier op de bruiloft. Tot ziens, jongen. Dank je wel. Welk nummer? Wat? Die handschoenen. 8.